Het is de derde minuut van de wedstrijd VVSB tegen Achilles als Guido Pauw dit in petto heeft. Een fantastische start voor VVSB tegen het zo geplaagde Achilles. Dat na de bekeroverwinning op NAC 4 wedstrijden op rij verloor. En VVSB gaat door. De hoekschop van Ozzouti en Jordi Zwarts met de borst maakt de 2-0 binnen 20 minuten. En dat is natuurlijk funest voor het vertrouwen van Achilles, de degradant uit de Jupiler League. Die al 4 wedstrijden op rij verloor, die de meest gepasseerde defensie van de tweede divisie heeft. En die hier via Ozzouti op een 3-0 achterstand komt. VVSB won thuis nog niet dit seizoen. Maar dit kan wel eens een monsterscore worden. El Ozzouti, 3-0. Het is zijn 4e doelpunt van het seizoen. Kan Achilles wat terug doen? Ja, dat kan het. Martijn de Cler, wat een mooi doelpunt. 2 keer kreeg hij rood dit seizoen. Maar zo ga je ook de boek in. Heerlijke uithaal van de linker verdediger van Achilles. Dat nog dichterbij komt als Wouters 20 minuten voor tijd de 3-2 binnenkopt. En zou het dan nog kunnen voor Achilles? De assist is van Pop, al zei de kopbal is van Wouters. En dan krijgt VVSB een paar dotten van kansen op 4-2. En dan dit, 2 minuten voor tijd. Niek Verstegen, hij is topscorer van Achilles. En hij verprutst deze kans op deze manier. Het is de 5e nederlaag op rij voor de ploeg uit Groesbeek.